Ik ben Ina Vogelsangs en ik ben de directeur en bestuurder bij Scala. Wat vindt u van de samenwerking tussen Advies Sternet en Scala? Ik vind het een hartstikke mooie samenwerking. Ik zie dat onze jongeren er heel erg veel profijt van hebben. Dat ze hier dingen samen kunnen doen. Dat ze een uitzending maken, dat deden we natuurlijk al samen. Maar nu ook dat we cursussen samen kunnen doen. Nou, vind ik een leuke samenwerking. Denkt u dat jongeren ook gemotiveerder raken nu dat Advies Sternet hier zit en workshops geeft aan jongeren? Ja, wat wij vooral proberen met jongeren is een stukje talentontwikkeling. En het leuke hiervan is dat ze ook op andere vlakken nu weer talenten kunnen ontwikkelen. Dus rondom radio en televisie. Ja, dat waren dingen die wij eerder nog niet hadden. Wat is Scala precies? Wat doen ze precies? Nou, Scala is een welzijnsorganisatie en wij proberen mensen te helpen om ze met een steuntje in de rug weer een nieuwe wending aan hun leven te kunnen geven. En wij doen dus zowel jongerenwerk, zoals hier, maar wij stimuleren vrijwilligerswerk of we zitten wat meer op ouderenwerk. Wij doen dan participatieprojecten. Hier in Haaksbergen doen we nog maatschappelijke begeleiding, dus de opvang van nieuwkomers die hier toegewezen zijn. Dus heel breed. Moet Advies Sternet een voorbeeld geven aan andere lokale omroepen om met de samenwerking tussen een jongerencentrum of... Nou ja, ik vind dit een hele leuke samenwerking. En wij zitten in 3 verschillende gemeentes. Maar ik moet zeggen, zo leuk als hier heb ik het nog niet gezien. Wat vindt u van de workshops die worden aangeboden door Advies Sternet? Nou, ik heb ze zelf nog niet gezien. Ik heb er alleen maar van gehoord dat er nu ook een videocursus komt voor jongeren. En ik denk dat ze dat heel erg aan gaat spreken. Zijn er nog andere interessante dingen die u wil vertellen? Ik vind dat jullie hier een hele leuke nieuwe studio gemaakt hebben. En ik hoop dat dit ook onze samenwerking tussen het jongerencentrum en de studio gewoon alleen maar ten goede komt. En ik wil jullie veel succes wensen. Dankjewel. Okay.